Hallo beste kijkers naar deze video. Welkom terug, ik ben Thijs van Baas Games. En ik ga nu verder met het toortje van Age of Empires 3. Ik ben heel dom geweest. Ik heb niet op de opnemen knop gedrukt. En ik was al een tijdje bezig met grondstof verzamelen, manschappen aanmaken. En een boot heb ik dus nu. Maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit nu, want dat ga ik nu maar even proberen. Zoals jullie weten wil ik gaan aanvallen. En heel graag wil ik deze video ook het potje eigenlijk winnen. Dus ik ga nu even naar de volgende age. Want dan ga ik mijn tactiek toepassen. Allereerst wil ik het fort kapot maken, want daardoor komen zij in heel veel. En ja, het is gewoon dat fort is ook best krachtig met schieten. Want als ik hier met mijn manschappen zo dat fort ook kapot maken, dan gaat die werken ook al. Heb ik een stuk of 50. Hier staat altijd bescherming voor van hun, dat kun je nu niet zien door de schaduw. Maar, en dan ook nog het kanonnen, dat ga je niet winnen. Maar als ik ga nu, in de volgende eerst kun je boten. En dan kun je met zo'n speciaal schot kun je vanaf ver dat fort raken. En zo het fort kapot maken. En dan is het veel makkelijker om met mijn manschappen de rest van het kamp in te nemen of kapot te verwoesten. Dat is ongeveer mijn tactiek zo. Nu moet ik heel even wachten totdat... ik heb hier al een boot, heb ik al een manschap ingeladen. En nu moet ik even wachten totdat een nieuwe eentje samenwerkt. Even kijken, kan ik nog cadeautjes ontvallen? Een fort. Die neem ik zo denk ik even mee in een andere speciale boot. Want die bouw ik dan op het eiland daar. Daar kan ik nieuwe manschappen aanmaken. Even kijken, dan gebruik ik deze boot wel voor. Even kijken. Heb ik nog meer nodig? Nee. Bewaar mijn cadeautjes eventjes. Even kijken. Zou ik dit meenemen? Nee. Ja, wacht even. Nee, die hond blijft hier. Nee, wacht even. Ik ben traumatisch. Maar anders loop ik hier het risico dat ik meer kan. Maakt niet uit. Gewoon mee. Niet zo. Dit is de speciale fitboot. Hier komt de fort in en... Oké, ik ga nu even die boot gaan maken. Even kijken, monitor. Hoeveel zou ik daarvan maken? Ik denk, oké. Lijkt net alsof iemand mij helpt, maar dat maakt niet uit. Even kijken. Ja, dan heb ik dat straks. En dan doe ik het even voordat ik klaar ben. Zie je mijn fort. Die wil ik wel wat geven. Zo, nu nog even die moeder. En we komen wat settlers mee in die speciale boot. Je weet nooit waar ze goed voor zijn. Ze zijn meestal irritant en lastig. Dat hij kan natuurlijk. Ja, hij, als hij meegaat, dan houdt hij in zo'n boot en dan gaat hij niet. Dus, wat zeggen we dan? Hij wordt een waker van de haven, natuurlijk. En hij kan hier natuurlijk ook bij blijven. Ja, speciale post. Hij gaat waarschijnlijk dus niet dood. Oké, hier hebben we ons grote schip. Dus gaan we nu aanvallen. Ja, ik denk dat ik eerst alleen deze doe. En dan ga ik dat fort even voor de boost doen. Dus even kijken. Even kijken. Heeft hij geschoten? En hoe was het laat? Ja, kom. Proberen. Nou, dat kun je dus helaas niet zien. Haal hem nu maar even terug totdat... Ja, de tweede is ook klaar. Die zorg ik dan ook maar wat voor die. En ik laat even deze. En waarschijnlijk heb ik ongeveer 3 schoten nodig om
het schip te verwoesten. Kijk, er staat een mortier op om het fort te verwoesten. Dus ik wacht nog eventjes totdat deze weer goed. Ja, oké. Okay. Mooi zo, want ze kunnen nu mij niet. En toch kan ik hem wel wat doen. Haha. Dan kwaad wachten. Dat is nog eventjes. De speedboot staat ook klaar om mee te gaan. De manschappenboot. Nou jongens, ik vind het helemaal mooi. Zo, even kijken. Een klein stukje. Ja, haha. Hoe raar is het toch? Hoi, je gaat kapot. Ja. Is die kapot? Wat is dat? Oh ja, ik zie een verzak, maar volgens mij is die kapot hoor. Je kunt het alleen nu niet goed zien, maar volgens mij is die wel kapot. Hij kan niks meer tegen ons richten en ze kunnen hem ook niet. Nu is het tijd voor de tweede fort. Nu is het voor de twee andere boten de taak. Deze twee kunnen ook wel even mee, want die kunnen nog eventjes vanaf de zijkant aanvallen. Dan zet ik maar even hier. Even hier, ja. Zo. Even kijken. Uitladen. En ga ik deze twee, als ik de haven even ga poppen. Dan moet ik alleen eerst even opschroeven. En dan moet ik nu even opzoeken. Oh. Dat heb je helemaal. Doe. Die is kapot. Niet. Dat is gewoon kapot. Doe dat. Wat is hun haven of waar is hun haven? Ik wil weten. Wordt wel aangevallen. Vandaar. Oh ja, dat doe ik hier. Zo was ik. Nou, volgens mij is die aan de andere kant. Super. Ja. Nu mijn manschappen daar is eventjes. Ja, wat is kapot. Ja, hier staan waarschijnlijk allemaal mannen, maar die staan nu nog in de schaduw daar. Nu sneaky attack. Aha, zo, welkom jongens. Alle takken! Zo, nu ga ik eens even nieuwe mannen maken bij de thuisbasis. Nee, wacht even, dat is helemaal niet nodig. Even kijken. Zo. Ja, goed zo. Nou, wat een nippel. Iedereen uitstappen. Hier gaat. Zo. Hier. En dan ga ik nu de settlers. Hier even een muur ombouwen. Ja, dan gaan we vliegen. Maar ik heb nog een paar schroeven achteraan. Diep kunnen helpen. En natuurlijk onze twee andere grote vrienden. Die ik hier heb. Natuurlijk zoiets. Hebben die de haven ondertussen al bereikt. Of is steen kapot? Oh, lijn. Al die shellen staan er kapot te maken. Klopt. Nee, waar? Zo. En recht voor een eigen veiligheid. Die ook. Wat is nog bij? Is al bijna klaar.
Gaan ze dat redden? 2 settlers versus Pikeman, veteran. Ha! Lekker! Zo, eens even kijken. Ik ga een paar musketjes maken. En een paar... Eens even kijken, goed voor settlers, jullie mogen hierheen. Nee, wacht even, natuurlijk wel. Shit, dat heb ik natuurlijk helemaal geen zin gehad, want ik moet deze muur nog gaan bouwen. Nee, ik kom eerst. Ah, dat is een dood. Ik vind het niet leuk. Jongens, actie! Ups, shit. Eet de soep. Tafel 6. Ah, nippel. Waarom ben ik nog altijd zo? Ja, waarom haal ik het hoor? Kanon. Ja, ik heb wel kanonnen nodig. Ik heb hier nog geen. Oh, ik ga ze even in mijn thuisbasis wat sleutelen. Settlers. Heb ik hier nog wat van staan? Ik ga eens eventjes zorgen dat ik wel de overwinning behaal. Want ik wil dat nog best wel heel graag. Hey, settlers. Wat doe je hier, man? Doe wel wat werk. Maar volgende jullie dan nog. Maar hout heb ik niet meer nodig. Oh, dank je. Ik wil de leren. Hey, wacht. Oh, handig. Hier kan ik ook zo wat kanonnen maken. Ik heb nog heel veel cadeautjes openstaan. Nou, handig. Altijd mooi. Helemaal mooi, altijd mooi, helemaal mooi. Prachtig. Nu even deze boot afmaken. Ja, alles aan het, deze kant is kapot. Helaas, ook mijn vracht heeft er niet overleefd. Deze moet ik wel overleven. Ik moet helaas nu even terugtrekken naar deze kant. Maar het zou geen goede zin hebben gehad om verder te gaan bouwen. Tja. Ik denk dat ik heel even deze video af moet gaan sluiten en dat ik dan in de laatste video, deel 5, ik hoop dat het in deel 5 klaar is, dat moet denk ik ook wel, dat ik dan de overwinning heb behaald en dat ik dan kan zeggen het potje is afgelopen. Dus ik ga nu gelijk door met opnemen, dus tot de volgende keer dan weer. Maar weer, geef een duimpje omhoog als je het leuk vond en nou. Adiós.